Er staat ineens een gekke grote megavuurtoren hier in Contentveen. Het is ook niet te geloven. En ik heb ook nog steeds maar één oog. Dames en heren, welkom allemaal bij Contentveen seizoen 4. We staan hier bij mijn prachtige Cactus de Mactus. En er is ineens een vuurtoren. Oh, een wandering trader. Ja, poeploed. Dan maar de leads. Dat is één. Dat is twee. Ja, die René en Floor zijn lekker bezig geweest. Laten we even binnenkijken. En het interieur is helemaal leeg. Oh, wacht. Ah, nee. Kijk, daar heb je het al. Ze hebben een aquarium. Hoe leuk is dat? We hebben nu wel één probleem, jongens. En dat is dat mijn cactus niet meer het hoogste gebouw is van Contentveen. Ik dacht echt wel dat ik het hoogste gebouw zou zijn. Jezus, wat zijn die lui trouwens met z'n allen. Maar de vuurtoren heeft het toch wel echt het record verbroken. En nu ben ik heel verdrietig. Maar goed, laten we even naar binnen gaan. Oh, goedemorgen, meneer Vark. Heb je lekker geslapen? Ik denk het wel, hè. Het is nog weekend, jongens. Hij mag nog heel even bij me blijven. Goedemorgen, Petra Nellius. Leuk dat je er weer bent. En als je afvraagt waarom ik goedemorgen zeg... Het is op het moment 1:30 s'nachts. En ik ben Minecraft aan het spelen. Het is ongelooflijk. Maar goed, jongens, dat weerhoudt ons er niet van om leuke dingen te doen. Dus laten we maar even vertellen wat we gaan doen vandaag. Inmiddels is deze server alweer 4 of 5 dagen gaande. En heeft iedereen wel een beetje zijn thuis gecreëerd. We hebben meneer KB zijn varken. Shara prachtige huisje. Het containerpark van Joris. Een soort van piratenboot van Zeezombo. Deze 4 blokjes van Harlow. Ziet er goed uit, Harlow. De tijdelijke grot van Justin. De gekke mosfarm van Ricky. De tijdelijke grot van Rick Vol. En natuurlijk nu de vuurtoren van René en Floor. En zoals jullie kunnen zien zijn er ook een aantal nieuwe dingetjes in het water. Volgens mij is dat de eetwinkel. Dat is een onderzeeër van ik weet niet wie. En dat is ook een winkeltje. Maar daar komen we allemaal later deze aflevering. Want het gaat nu even om de locaties van waar iedereen woont. Wat ik net liet zien. Omdat het natuurlijk 1:30 s'nachts is. Is er op het moment helemaal niemand online. En als ik nu wat heel belangrijks aan iemand wil vertellen. Moet ik helemaal bijvoorbeeld naar Justin en Ricky toe. Om een boekje af te geven. Dat is helemaal daarheen lopen. Daar heb ik helemaal geen tijd voor. Dat kunnen wij op een veel slimmere manier aanpakken. Dus als wij even deze berg hier beklimmen boven het huis van KB en naast het huis van Char, hebben wij een hele mooie lege vlakte hier boven op de berg. Nou, dit is prachtig, hè, dit hier. Mooie blauwe bloemenberg, dit. Dit gaan we mooi gebruiken. In deze aflevering wil ik hier wat gaan bouwen wat het versturen van post een stuk makkelijker gaat maken. Alleen gaan we nog even niet vertellen wat dat is. Ik heb ondertussen ook bijna alles al verzameld voor dit avontuur. Ik denk, ik kan alweer alles laten zien aan jullie, maar al deze blokken die ik hier heb verzameld zijn nou niet heel interessant om te verzamelen. Al zijn er nog wel 2 andere dingen die ik moet verzamelen en die zijn echt mega interessant. Dus laten we nu naar het eerste object gaan dat ik nu moet verzamelen. Bomen. Ik moet een beetje dark oak hakken. Maar ik beloof, het volgende wat ik moet doen is echt heel spannend. Het gaat echt heel veel werk zijn. Maar ja, eerst moeten we deze bomen hakken. En het blijft altijd een simpele taak, maar het moet gebeuren. Bomen hakken is gewoon echt heel saai. Boommielen we die zooi nog even. Gaan we de tweede boom omhakken. Boommielen we het nog een keer. Gaan we de derde boom omhakken. Planten we er nog één. Planten we er nog één. En planten we een halve. Chip, 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 chip. Boom! Hakken we de vierde boom om. Oh mijn god, jongens. Ik ben echt gewoon moe. Het is inmiddels bijna 2 uur 's nachts. Waarom doe ik dit nu? Ik kan ook net zo goed morgen verder gaan. Het is echt geen aanrader om 2 uur 's nachts nog steeds Minecraft te spelen. Wie doet het dan ook? Goed, we hebben wel even genoeg hout nu. Stoppen we het hout in de kist bij de andere spullen. Ja, ja. En dan hebben we nog maar 1 specifiek item nodig. En we hebben er 9 stuks van nodig zelfs. En het gaat hier om een... slimebal. Dan bedoel ik natuurlijk dit dingetje hier. Ik heb 9 slimeballs nodig. En het grote probleem daarvan is... Ik heb hier de map even voor jullie. En nergens op deze map hier tot nu toe... is een swamp te zien waar je normaal slimeballs haalt. En die prachtige rode lijn die je ziet... dat is tot nu toe de world border. Dus we kunnen niet daar buiten lopen. En ja, als ik geen swamp kan hebben... dan kan ik ook niet zomaar slimes gaan zoeken en gaan vermoorden. Maar Max, hoe ga je dan aan slimeballs komen? Ik snap er niks van. Hele goede vraag natuurlijk, meneer Varken. En om die vraag te beantwoorden... moet ik heel eventjes een stukje gaan wandelen. En dat is volgens mij die kant op. Want je hebt in Minecraft een ding genaamd slime chunks. En in slime chunks kunnen slimes onder de grond... in een donker genoeg ruimte kunnen ze spawnen. Ik heb er weinig kennis van, maar dat is wat ik ervan weet. Dus wat heeft onze Wally de Walnoot nou gedaan, jongens? Ja, ja, ik heb weer voorbereid. Ik ben echt een goede YouTuber. Moeten we heel even hier over het water oversteken? Jeetje, wat heeft iemand daar een mooie brug gebouwd. Het is echt de mooiste brug die ik ooit heb gezien. Ah, daar zou je het al hebben. Als ik hier even F3G klik, dan kan je hier allemaal lijnen ineens in de lucht zien. En dit is 1 chunk in Minecraft. En ik ben erachter gekomen dat dit dus blijkbaar een slime chunk is. Dus als zouden we hier nou recht naar beneden... Ik was...
Oh mijn god, ik wil net zeggen dat moet ik eigenlijk niet doen. Dat is heel eng. Jongens, het is 2 uur 's nachts. Waarom? Dit moet je ook niet doen. Je moet ook niet Minecraft spelen om 2 uur 's nachts. Dan ga je echt fouten maken zoals dit. Nee, ik ga niet door. Ik ga het anders doen. Ik moet heel even naar beneden namelijk, jongens, om mijn punt te bewijzen. Oh nee, 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 ga weg. Ga weg. Oh mijn god, je doet damage. Jij doet echt een damage. Oh, nee. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Dat gaan we niet doen. Oh mijn god, ik heb mijn armor niet aan. Dat verklaart. Oh, waarom speel ik dit? Het is ook niet... Oh, ik hoor een spin, ik hoor een spin. Ga weg. Ik had ook gewoon lekker naar bed moeten gaan, jongens. Ik ben helemaal niet helder. Oh mijn god, echt wat gebeurt er? Nee, heb je zelfs een zwaard. Normaal zou ik jou gaan genezen en dan ben je een goede deal en zo. Maar daar heb ik helemaal geen tijd en zin voor, jongens. Ik moet dit hockey gewoon even verder maken. Goed, we zitten nu ongeveer op 9 hoog. Zoals je kan zien ben ik heel diep gaan graven. Als ik hier nu dit allemaal uit ga hollen. En geloof mij, dat kan eventjes duren, jongens, dit allemaal uit hollen. Zeker met gewoon een standaard diamond pickaxe. En nogmaals, ja, ik kan het ook allemaal morgen doen. Maar ik kies ervoor om dit nu te doen. En ik moet het precies uithollen in de chunk. Dus volgens deze lijntjes die je hier ziet. En ik dacht dat ik dit wel eventjes snel in 5 minuten kon doen om aan jullie te laten zien, maar het duurt langer dan verwacht. Hey, maar gelukkig heb jij op dat duimpje omhoog geklikt om het goed te maken, hè? Toch? Toch? We hebben 1 laag gedaan en we zijn zo ongeveer 5 tot 10 minuten verder. Alleen ik denk dat mijn pickaxe het gaat begeven als ik dit nog een keer wil doen. Want wat ik precies nu heb gedaan, moeten we nog een keer doen, maar dan precies hier. Dus dit zo. En ik kan op zich wel doorgaan tot mijn pickaxe het begeeft. Dat is geen probleem. Alleen heb ik nou niet de goede materialen bij me om hier snel een nieuwe pickaxe te maken. Oh, moet ik zeggen, ik heb een idee. Ik heb een idee. We hebben hier nog ijzer. We hebben een crafting table. We maken een furnace. We verbranden wat ijzer. Alleen heb ik niet echt genoeg brandmateriaal. Oh, ik hoop dat hij het redt. Wat kan ik nog meer verbranden? Mijn crafting table? Kan ik leads verbranden? Nee, kan ik mijn crafting table? Ik kan mijn crafting table verbranden. Let's go. Ik heb maar nog maar 2 ijzer. Kom op. Nog maar 2 ijzer. Ik wil mijn bed wil ik niet verbranden. Red het. Red het. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Oeh, het vuur is bijna gedoofd. Oeh, gaat hij het redden? Oh mijn god, hij heeft het net aangered. Oké, dan heb ik alleen geen... Oh mijn god, ik heb nu natuurlijk geen crafting table meer om een pickaxe te maken. En ook geen sticks meer. Oh, jongens. Ik had dit ook gewoon morgen moeten doen. Weet je wat, ik heb een heel goed idee. We bouwen even snel naar boven. Zo, dat is ook weer gedaan. Bouwen we die toren hier nog even. En dan heb ik gewoon ineens een spontaan goed idee. En dat is om deze nacht gewoon even af te sluiten. Ik ga naar bed. Slaap lekker. Nieuwe dag, nieuwe kansen. Het is inmiddels bijna 12 uur 's middags. Ik heb wat ladders geregeld en extra pickaxe. Ik ben klaar om dit avontuur voor te zetten. Al ben ik alleen een beetje kwijt hoeveel ik nou wel en niet heb uitgelegd aan jullie. We gaan heel veel slijmbals verdienen. Oh ja, ik was deze laag aan het uithakken. Erg leuk. Erg leuk. Ik gok dat dit ongeveer nog 5 minuutjes gaat duren. Oké, we hebben het hele gat uitgehakt. Hij is 4 hoog en hij is precies net zo groot als deze chunk. Dus volgens de calculaties moeten hier nu slijm spannen. En hoe wij dat het best kunnen checken is door dit hier gewoon weer dicht te bouwen. Zo, dan omhoog te gaan. Ga ik wel laddertjes mee plaatsen. Dat ik makkelijk naar heen en weer kan. Goed, we zijn helemaal boven. Dan ga ik hier het torentje ook gewoon zo bouwen dat je duidelijk kan zien. Je moet hier zijn. En volgens mij als we nu eventjes wachten... Jeetje jongens, wat doen jullie hier ineens? Gewoon zomaar uit het niet zijn jullie hier. Ja, wij werden opgeroepen. Ja, jullie werden opgeroepen. Ik was hier aan het wachten op mijn slime chunk en blijkbaar zijn er slimes gespand. Het is helemaal goed gegaan, maar jij hebt een looting zwaard, dus kom, ga mee. Gaat spannend maken of hij er nog is. Zodat je trouwens niet doodvalt. Oh, dat was echt heel eng. En hij is weg. Hij is gedespand. Hij is officieel gedespand. Er was echt een slime net en nu is hij gedespand. Dat is heel verdrietig. Echt, we gaan weer omhoog. Jeetje jongens, een half uur verder, maar er is eindelijk een eerste slime gespand. En niet eens in ons platform. Char, jij hebt goede looting. Ja. Aan jou de eer, pak hem. We hebben 9 heb ik er nodig en dan mogen jullie de rest gewoon hebben. Of we verdelen het al vanaf het begin. Oh, zeg maar alsjeblieft dat er veel komen. Zeg maar alsjeblieft dat er veel zijn. Dat we aan 1 genoeg hebben. Hoeveel heb je er, Char? 29. 29! Ja. Oh, jullie mogen alle 20 hebben. Ik wilde gewoon alleen 9, de rest mogen jullie. De slime farm heeft niet eens gewerkt. Uiteindelijk is hij gewoon hier gespand. Gewoon in een grot. Ja, dat is wel een beetje jammer, maar goed. Echt heel teleurstellend van ons bouwproject. Maar... Wacht, waar moeten we erin? Hier. Waar is het ook alweer? Hier beneden. Oh, hier, ja. Niet eens hier. We hebben gewoon een dubbele laag uiteindelijk gebouwd, zodat ze gewoon nog makkelijker konden spannen. En dan doen ze het niet eens. Hey, ik ben wel heel blij. Ik ben echt heel blij dat ik nu 9 slijmballs heb gewoon. Goed, jongens. Dank jullie wel voor het helpen. Uiteindelijk hebben jullie me uitgelegd een beetje
hoe het werkt, want ik snap het er echt reeds van. Ik heb één YouTube-filmpje gezien. Jullie mogen ermee doen wat jullie willen. Het is helemaal van jullie. Al werkt hij echt heel slecht, maar we hebben één slime gevonden. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Wat zien jullie er trouwens heel flesje uit met jullie diamond armor? Ja, echt heel mooi. Hey, ik heb heel veel blokken. Doei. 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 Goed, laten we snel terug naar huis gaan. En dan nu het moment van de waarheid. Waar had ik slimeballs voor nodig? Het kan ook maar één blok zijn. Eerst hebben we 9 normale pistons gemaakt. En dan is het tijd om 9 sticky pistons te maken. Het kon ook niet anders, hè. Dan is mijn collectie compleet. En dan is het nu tijd om aan de slag te gaan met dit project. Maar Max, je hebt nog steeds niet verteld wat je nou gaat bouwen. Het heeft met post te maken. Je bent slijmballs aan het verzamelen. Wat ben je nou allemaal aan het doen? Om dan even terug te komen op mijn verhaal eerder deze aflevering. Iedereen heeft zijn eigen locatie. Ik wil makkelijk post versturen naar iedereen. Het is heel logisch, jongens. We gaan een supermodern postkantoor bouwen. En waarom ik dan pistons nou specifiek nodig had met slijmballs en dat extra werk? Dat laat ik jullie wel zien als het af is. Ik zie dat Joris daar een beetje heen en weer aan het lopen is als een of andere... sukkel. Maar laten wij aan de slag gaan met het mooie postkantoor. Welkom bij de tutorial hoe je een mooie postkantoor bouwt. Het is geen tutorial, maar is wel mooi. We beginnen door simpelweg dit laagje hier helemaal weg te halen. We gaan het landschap gewoon verpesten. Oh, mijn schep is bijna stuk. Daar word ik verdrietig van. Dan hakken we alleen nog dit simpele laagje hier. Kijk nou hoe mooi dit er ineens uitziet. Dit is echt geweldig. Oké, dan is het nu tijd om het redstone systeem te bouwen. Alleen ben ik letterlijk al mijn spullen in mijn basis vergeten. Slim. Plop. Opgelost. Oké, dan heb ik al mijn geweldige redstone materialen nodig. Dan beginnen we met de redstone hieronder. En dan kunnen we daarbovenop gewoon het mooie huis bouwen. Maar dan hebben we het redstone gedeelte in ieder geval gehad. Hè? Vuurtoren? Hij zei ja. Dames en heren, jongens en meisjes. Jullie kunnen mij officieel een redstone professional noemen. Het is niet te geloven. Redstone constructies van de hoogste kwaliteit. En waar dit voor nodig is, wordt elk moment bekend. Maar nu heb ik honger, dus ik ga eerst even wat eten. We hebben een diamond. Jeet. Klimmen we op de boot. 1 diamond voor 32 vreedstukjes. Tja. Gezondheid. Dankjewel. Toveren we nog even wat hout om tot stripthout. Beginnen we met de prachtige vloer van dit gebouw. Ja, ja, we maken eerst de vloer en dan pas het gebouw. Wat een prachtige vloer ineens. De vloer is gemaakt, het redstone systeem zit eronder. Zodra het huis staat gaan we wel de natuur eromheen weer mooi maken. Zo, maar laten we eerst nog gewoon even het huis doen. Misschien wordt het huis wel weer groter dan de vuurtoren. Dat zou mijn grootste droom zijn. Oké, de indeling is nu officieel bepaald. We gaan hier voor elk persoon in Content Veen gaan wij een eigen hokje maken waar zij post naar mij kunnen sturen en misschien zelfs vanaf hier post naar anderen kunnen sturen. En nu kan ik ook gelijk mooi het redstone systeem uitleggen. Kijk, stel ik zou hier nou een mooi goldblok onder plaatsen, zo. We doen de toon lekker hoog. En ik zou geweldige post krijgen van meneer KB of zo. En dit zou zijn station zijn en de post komt aan. Nou, het alarm gaat af. Het is wel een beetje een vervelend alarm. En zoals je kan zien is niet al het alarm het enige, maar ook hier de lamp. Hoe leuk is dat? En dan nu tijd om het helemaal af te bouwen. In 3, 2, 1. Het Walnut Postkantoor is officieel geopend. Hey Harlo. Ik schrik van jou, man. Joh. Joh, je komt hierheen lopen. Zag je me niet staan? Nee, ik dacht eigenlijk dat je daar was. Oh, welkom bij mijn postkantoor. Hij is zo goed als bijna klaar. Ik wil je naar een tutorial. Oh, er worden aangevallen. Het is heel spannend hier. Oh jee. Heb jij kleding van KB gekregen? Ja. Wat zie je er goed uit. Ja, mooi hè? Ja, echt heel mooi. Hey, welkom in het postkantoor. Dit is mijn bedrijf die binnenkort open zal gaan. Echt? Er komt hier een mooie map van onze prachtige locatie waar we wonen en zo. En jij bent de eerste klant. En ze zijn nog niet eens open. Nou, het is toch ongelofelijk. Jij mag een postlocatie kiezen voor jezelf. Welke wil je? Ze zijn allemaal nog vrij. Je mag er eentje kiezen. Ik wil dan wel gewoon lekker centraal midden, denk ik. Centraal midden mag je naampje mag je hier op het bordje zetten. Ja. Je mag hem zelf ook een kleur geven wanneer je wilt. En weet je wat nou het mooie is, Harlo? Stel jij hebt post, dat moet nog gedaan worden. Ja. Dan kan je zeg maar zo altijd af langskomen hier, weet je. Wacht even hoor. Even, ja, ik heb een prachtig opgeschreven. Zo, ja, dan. Kijk, en het ding is, dat kan je zo doen. En als je dan post komt, hier. Nah. Het geluidje mag je ook zelf kiezen. Dus voor hier is het zeg maar die donker, wat zeg ik nou? Die diepe. Maar bijvoorbeeld hier, zeg maar, het kan helemaal kan je het customizen. Hier, kijk. Deze is hoog. Wat nou, dat is toch geweldig. Maar
Mocht ik dan nou op dat moment niet online zijn, is het dan niet super irritant als de hele tijd dat geluidje gaat hier? Nee, maar daarom heb ik hem hier. Het is, als het goed is, is het wel buiten bereik van menig mens. Ja, oké. Okay. Gelukkig maar. Ik hoop het. En vooral voor KB hoop ik het, want die zit hier echt onder. En, ja, maar je hebt ook trouwens kans dat het gewoon heel anders gaat zijn. En dat, het, niet, dat jij niet post kan sturen, maar dat ik alleen post kan sturen naar jullie. Oh ja, dat en dat jullie ook zeg maar post naar mij kunnen sturen, snap je? Ja. Dat zou het waarschijnlijk zijn. Helemaal ja, toch? Leuk. Ja, helemaal leuk gewoon. Nee, ik moet helemaal nog een map maken. Zo dan. Voortaan zou ik hier post naar jou kunnen sturen en jij naar mij. Ja, dat vind ik leuk. Ja, ik noem het ook een bedrijf. Alleen het is eigenlijk meer voor mezelf. Niemand die gaat er echt wat aan hebben met anderen, behalve met mij. Nee. Maar wel leuk. Leuk, hè? Wel leuk. Ja, met leuk, hè? Een mooie map straks. Ja, helemaal ja, leuk. Ja, mooie map komt hier en zo. Het zit wel in het postkantoor, dit gewoon. Ja, prachtig. Staat er ook een W op? Nee, nog niet. Nee, het is een rondje. En dat staat voor openheid in de wereld. Is het niet gewoon je oog? Ja, het is mijn oog! Natuurlijk, het is mijn oog. Dat wist ik. Dat wist ik. Ja, ik zie de gelijkenis. Maar dan zouden we eigenlijk nog beter. Moet je een zwart puntje erin doen? We hebben een zwart puntje nodig, inderdaad. Misschien deze. Heb je scaffolding? Ga je omhoog bouwen? Nee, ik ga gewoon omhoog bouwen. Lekker met concrete, waarom ook niet? Waarom als ze dan gewoon niet dit doen? Zo, kijk. Of is dat lelijk? Is niet mooi, hè? Het is niet heel mooi. Hallo, dat is een slecht idee had jij. Ja, sorry. En leuk, hè? Ja, helemaal leuk. Helemaal leuk, helemaal geweldig. Goed, ik ben erg tevreden met het resultaat. Dus laten we nu even dat lelijke dirt opvullen. Want als je dit ziet, jongens, dit ziet er natuurlijk niet uit van de zijkant. Dus laten we even kijken hoeveel dirt we in totaal hebben. Ik denk dat we binnen ook nog wel heel veel hebben liggen. Oh, meer dan genoeg dirt gewoon. Buurman! Hallo. Hallo. Ik schrok een beetje. Oh, sorry dat ik zo luid ben. Wat is er met Arshot gebeurd? Ik heb iets voor je. Je hebt iets voor me? Ja. Kom even dichterbij. Oké, dat vind ik vreemd. Is goed. Een broek. Een hele sexy broek. Ik doe hem gelijk aan. Ik heb hem aangedaan. Sexy. Hij zit echt lekker. Ja, hij zit wel lekker. Nee. Hij toch wel een beetje. Ja, dat maakt het sexy. Dat was het hele ding. Oh, je hebt hem ook aan. Ik zeg nog even één keer sexy. Goed, een kleine simpele taak. Laten we beginnen door gewoon eventjes alleen het randje te doen. Kijk, hierachter hebben we het voordeel dat we het gewoon zo makkelijk aan kunnen sluiten. Maar hier wordt het weer een stukje moeilijker. Maar niks is te ingewikkeld, jongens. Alles is mogelijk in Minecraft. Wat inspirerend, hè? Ongelooflijk. Oké, dit ziet er wel een beetje random uit. Maar het moet nog gras worden. En zodra dat gedaan is, kunnen we het een beetje boommielen. En ziet het er mooi uit. Daar moeten we heel even geduld mee hebben. Maar als we nu zo een rondje lopen, moet ik zeggen dat het toch wel helemaal mooi is dichtgebouwd. Nee, ik zag je wel. Ik zag je wel, creeper. Hier komen. Dat gaan we niet doen. Niet mijn bouwwerk. Net gebouwd. Oké, laten we dit nu gelijk weer opruimen. Door de broek die ik nu over heb, want ik heb net... Weet je wat, die mooie broek die ik van KB heb gekregen, doen we hierop. Dat ziet er goed uit. Gaan we dit cobble deepslate dat ik heb, gaan we eventjes omsmelten tot normaal deepslate. En dat gaat natuurlijk wel even duren, dus in de tussentijd heb ik een ander leuk idee. Daarvoor moeten we mijn 4 hele diamonds die ik nog over heb meenemen. Want je hebt hier tegenwoordig het marktplein van Char. Daar zijn een aantal winkeltjes al begonnen. We hebben de kraam, deze kraam is nog leeg. We hebben hier de kraam van Char volgens mij. Van Harlow... Van Rick Force en hier van... Van wie is deze? Ik weet niet van wie deze is. Maar ik vraag me af of er al boekjes worden verkocht. Ik kon namelijk mijn spullen enchanten. Ik denk het niet, hè? Char, ben je thuis? Oh, je bent... Oh, jeetje, je bent hier. Ja, sorry dat ik schreeuw. Heb jij... Mag ik iets lenen van jou? Je enchantment table. Jawel, dat mag wel. Eén keer gewoon. Eén keer voor de leuk. Ja, dat mag wel. Dat is geen probleem. Oké. Mijn pickaxe is al bijna stuk. Dus ik weet niet of het slim is om dat te doen. Jezelf laap is bij je? Nee. Maar ik heb wel, dus dat kan je terugkrijgen van me. Weet je, ik ga het gewoon met een half kapotte pickaxe doen. Hoeveel moeite kost het om hem te repairen? Ja, je moet het op met diamonds doen of met mending. Het is maar even nee, ik mag wel wachten. Ik ga wel een nieuwe maken. Mag ik twee sticks van jou lenen? Dat mag. Waar staat de hout hier? Ik ga een hele nieuwe pickaxe maken voor dit speciale moment. Ik heb nog maar één diamond over. Het is ongelooflijk. Spannend. Oké, wat gaat het worden inderdaad? Boom. Fortune 2 in efficiëntie 4. Dat is niet heel lijp of zo. Nee, maar het is ook niet matig. Toch wel fortune. Nee, oké, dat klopt. En dan nog één. Heb je nog meer lapjes? Ga ik ook gewoon mijn schep en mijn ex-enchant. Terwijl ze allebei heel laag zijn. Komt-ie. Mijn ex is hetzelfde, maar dan fortune 3. Oké. En mijn scheppie wordt... efficiëntie 3 en unbreaking 3. Ja, het kan slechter. Het kan slechter, dankjewel. Ja. Hier, en als bedankje geef ik mijn laatste diamond. Als bedankje. Ja, oké, dank je. Ik had... Oké. Mijn laatste diamond. Ben ik facecam weg? Meneer Varken, mijn diamonds zijn op.
Oh, over meneer Varken gesproken. Het weekend is voorbij. Ik moet snel meneer Varken terugbrengen naar KB. Even kijken, ga ze spullen meenemen. Omdat je braaf bent geweest, krijg je een worteltje en een... Je krijgt een aardappel van me. Let's go, meneer Varken. Het is tijd om terug te gaan naar je echte huisje. Volgens mij pas je hier niet doorheen. We gaan terug naar huis, meneer Varken. We hebben een heel gezellig weekend samen gehad. Ik zal dit weekend herinneren als het leukste weekend van mijn leven. Ik word echt nu gewoon weer heel verdrietig nu je naar huis gaat. Feest hem weg. Daar gaan we, meneer Varken. Ik doe de deur voor ons open. We gaan naar binnen. Hier heb je nog een worteltje. Omdat je zo braaf bent geweest. Ik ga de spulletjes ga ik netjes hier in een barrel voor hem stoppen. Hier, kijk zo. Hoppa. Hoppa. En die er ook bij. Ik mis je nu al, meneer Varken. Tot over twee. Ik mag je pas om het weekend. Niet eens elk weekend. En in de tussentijd is mooi mijn diepsleet helemaal gesmolten. Dat is helemaal top. Dan nemen wij even de benodigde blokken mee. En dan kunnen we even deze vloer hier weghalen. Want dan kunnen we ook beginnen met het hier gewoon, het asfalteren van. Mijn meeste plan is om uiteindelijk alles te asfalteren. Hoor je dat, Char? Ik ga ook alles bij jou asfalteren. Zelfs jouw huis. Dat is niet waar trouwens. Nee, we gaan gewoon in plaats van een keertje een middeleeuwse weg te maken, gaan we het gewoon een beetje modern houden. We beginnen daar natuurlijk simpel mee door gewoon dit te asfalteren hier. Creëren we een mooi stoepje erbij. Al moet het dan daadwerkelijk wel een bredere stoep zijn zoals dit. Oké, dat ziet er leuk uit al. Geeft het al iets meer gewoon definitie dat het hier staat. Misschien is het dan zelfs leuk om er ook nog hier een randje aan te geven. Is dat mooi? Ja, dat is op zich wel mooi. Dan heb je echt gewoon een leuke stoep waar je over kan lopen. En dan heb je ook gewoon een autobaan. Niet dat we een autobaan hebben, maar hè. Maar ja, als het goed is, zal KB mijn pad daar voortzetten naar zijn varkenshoofd hier. En dan zal ik het pad vervolgens voortzetten naar Joris daar. En als dat gedaan is, dan weet ik een beetje hoe de stijl er compleet uit gaat zien. Want ik weet het nog niet zeker. Dus voor nu hou ik het pad maar eventjes zoals dit. Maar ik ben nog niet helemaal tevreden. Behalve dan over het asfalt. Want het asfalt past natuurlijk mooi bij het moderne waar we mee bezig zijn. Maar goed, dan lopen we nog eventjes naar binnen hier in het postkantoor. En ik heb hier bij mij 10 itemframes, een kompas en ik... En één map. Dan gaan we de itemframes gaan we even plaatsen. En ik gok als ik het zo zie dat we deze map dan hier moeten plaatsen. Dat betekent dat ongeveer hier het meer zal zijn. Hier een beetje Harlow en Zeezombo. Hier Justin, hier Rick en hier Flora René. Ik weet het niet zeker. En wat hoor ik trouwens veel monsters hier. Oh mijn god. Maar goed, ik heb dus nog 8 kompassen om allemaal empty maps te maken. Alleen dat is het probleem niet. Het probleem is veel zieliger. Zien jullie dit hier? Die sugarcane. Dat is letterlijk alle sugarcane die ik heb. Meer heb ik op het moment niet. Het is echt heel droevig. Dus laten we even kijken of we ergens meer sugarcane kunnen regelen. Dus even langs Char de basis hier. Doe even een belletje, Lel. Oh, jongens, het postkantoor ziet er wel heel leuk uit vanaf hier, als je het zo ziet. Ja, dit ziet er goed uit. Sugarcane in mijn handen zou er wel nog beter uitzien, maar hè, klagen mogen we niet. Zo ging het avontuur van Walnoot op zoek naar sugarcane. Hij is vastberaden om het te vinden en niet bij Char te vragen. Char, ben je thuis? Ja, ik ben thuis. Mag ik wel sugarcane kopen? Sugarcane? Ja. Jawel. Ik wil wel betalen. Je wilt betalen? Ik wil betalen, heel graag. Hoeveel heb je nodig? Ik heb in totaal 8 keer 8 nodig. Een stek. En een papier alleen. Een stek papier. Even kijken. Deze dus. Oh ja, wacht. Kom mee. Hey, deze deur heb je trouwens van mij gestolen, dit idee. Ja, shit man. Ongelooflijk, wat had ik dat nou kunnen doen? Ik heb wat jij heel graag wilt. Ah, nu ben ik heel benieuwd. Ja. Het is... Wacht even buiten. Het is dit ding hier. Mijn allereerste diamond pickaxe met nog maar 1 durability. Het is een collector's item. Ik snap het. Het is echt geweldig. Nog 1 keer iets ermee hakken en hij is stuk. Zo exclusief is hij. Zo? Ja, dat is echt gewoon een collector's itempje hoor, dat. Oké. Okay. Nou, vooruit. Wacht. Ik heb ook wel wat serieuzer voor je. Wacht. Wat vind je van een stack lapis lazuli? Dat heb je zeker genoeg, hè? Maar een paar stack blocks. Oh, nee, oké, wacht. Diamond horse armor? Daar heb ik maar 1 van, dus dat kan wel. Oké, maar dan wil ik wel mijn pickaxe terug. Dat is een collectors item. Oké, is dat een goede deal? Ja hoor. Oké, top. Dankjewel. Oké, jongens, deze pickaxe kunnen we bewaren. Dit is letterlijk... Ik kan er nog maar 1 blokje mee hakken. Dat is mijn allereerste diamond pickaxe. Die wil ik echt goed bewaren. Maar goed, nu kunnen wij 8 empty maps maken. En is het tijd om even te kijken wat wij nog allemaal nodig hebben. Dan moet ik heel voorzichtig moeten gaan zijn. We kunnen geen map verspillen. Dus als wij nog even heel slim hier het postkantoor naar binnen lopen. Zo. Gaan we even kijken welke we nog nodig hebben. Als wij hier de buiten gaan lopen. Ongeveer op dit gedeelte. Hier kunnen wij een map activeren. Ja, dan hebben wij een nieuwe map. Dan moeten we ongeveer deze kant op lopen. Oppassen dat ik hier niet de berg afval. Ik wil echt niet dood. Au.
hier dus ook nog een map activeren. Oké, okay, dat is netjes. Dan doen we er hier nog eentje. Hier ongeveer bij de basis van Ricky en van Justin de Boer. Eentje in het bos hier natuurlijk. Hier eentje bij de basis van Zeezombo. Nog eentje net buiten het containerpark van Joris. En dan tot slot natuurlijk op de plek die we niet kunnen missen, jongens. En dat is gewoonweg heel simpel hier bij de vuurtoren midden in het meer. Blup, hoppakee. Dan lopen we natuurlijk weer even naar het postkantoor. Deze mag in het midden. Nu is het even puzzelen altijd. Dat is ongeveer... Hoe moet ik dit voor me zien? Wacht. Zo, deze is hier volgens mij. En dan een beetje gedraaid. Deze zit hier aansluitend. Ja. Deze hoort hier weer. Deze hoort hier gewoon in het midden. Even kijken hoor. Wat heb ik nog over? Volgens mij moet deze hierboven. Dan kan deze dwars onder. En dan deze hier... Gok ik hier? Ja, en dan tot slot hebben we dit mannetje. En die doen we hier. Nou, jongens, hebben we gewoon de map. Het is nog niet heel groot natuurlijk, maar ja, we zijn pas 4-5 dagen bezig. Maar dit is leuk. Dit vind ik heel leuk. Zodra alle stations gebouwd zijn, ga ik per station ook een locatie op de map zetten... dat je goed kan zien waar de stations allemaal heen gaan. Ik vind dit een erg leuk concept. En weet je wat nog meer een leuk concept is, jongens? Gewoon even deze video liken. Dat is een verplichting. Ik wil waarschijnlijk in een van de volgende afleveringen daadwerkelijk alle sporen gaan bouwen. Er hoeft niet heel veel werk te zijn. Maar voor nu wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik heb er zeer van genoten, zoals altijd. Vergeet zeker even niet te... Hey, hallo, camera. Hallo. Hallo. Ik ben nog net in beeld. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker even niet te abonneren. En dan nu, kijk lekker deze video hier. Dit is namelijk een geweldige video om even te kijken. Het vorige content veendeel heb je die nou nog niet gezien. Kijk hem er nu. Dan ben je helemaal up-to-date. En dan nu spreek je later. Glaasje water telt 4 flesjes bier. Tot de volgende keer.